Er leidt regelmatig de discussie op waarom Arnhemmers onvrijwillig op straat slapen. De Arnhemse gemeenteraad nodigde experts uit om hier uitsluitsel over te geven. Waarom slapen er nog altijd mensen buiten? Er slapen mensen op straat. In hoeverre onvrijwillig, dat kan ik niet zeggen. Het is in principe niet nodig om onvrijwillig te slapen. Als wij vol zitten, sturen we mensen naar het stoelenproject. Als die ook vol zitten, mogen ze bij ons terugkomen, zetten wij daar extra bedden op in. Dat is een afspraak die we maar hebben met stoelen en de gemeente. In principe zijn er voldoende slaapplekken voor iedereen om een dak boven te hebben. In principe zijn er genoeg slaapplekken, ja. Ja. Het ging vanavond inderdaad om die groep die dan toch op straat slaapt. Hè? Hoe komt dat? Wat voor groep is dat dan? Dat kan gaan om mensen bijvoorbeeld met ernstige psychiatrische problemen, bekend als de verwarde mensen, waar je tegenwoordig veel over hoort, die wat dat betreft niet in staat zijn om dat te organiseren. En dat is wel een zorgwekkende groep, die groeit ook. Hoe kijkt u dit met aan tegen de gesteldheid van daklozenopvang in Arnhem? Ik denk dat de gemiddelde daklozenopvang in Arnhem wel aardig geregeld is. Je hebt het stoelenproject, je hebt bij de remise. Ik denk dat de meeste daklozen wel onder dak komen, behalve de verwarde personen, wie niet in de hokjes passen. Wie de organisatie stellen, die komen dan niet terecht, die vallen buiten de boot. Vroeger was er onder andere een vangnetteam en daar werden we gelijk ingeschakeld aan verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychiater. Als iemand verward was, kun je er meteen naartoe. Ik vind dat daklozen eerder opgevangen moeten worden, dus niet bij min 5 graden maatregelen, maar bij 0 graden al naar binnen gehaald moeten worden. En verder vind ik dat de aansluittijden beter op elkaar moeten aansluiten, zodat die mensen niet uren buiten staan. Soms maakt dat niet uit, maar met min 10 graden en met oostenwind kan het al gauw aanvoelen tot min 18 graden. Nou werd vanavond ook wel door een aantal experts gezegd van als mensen een dak boven hun hoofd willen, s'nachts, dan kan dat. Eigenlijk is voldoende ruimte. Ja, dat is wel zo, maar er zijn mensen met psychiatrische problemen en daar is dus geen opvang voor. En dat komt ook door de bezuiniging natuurlijk. Daar zijn allerlei dingen, wegbezuiniging, ook dakbesteding bijvoorbeeld, Sigel 31. En ja, je ziet die mensen dus op straat belanden. Slapen er nou wel of geen mensen onvrijwillig op straat? Nou, de experts waren daarover aan het woord. Wat heeft u gehoord? In eerste instantie zeiden ze niet, omdat er plekken genoeg zijn. En later werd het wat genuanceerd en toen bleek ook dat er daadwerkelijk wel mensen buiten slapen, omdat ze uiteindelijk niet naar binnen kunnen, gewoon omdat ze of te veel prikkels ontvangen of omdat ze toch niet geschikt zijn om in een grote groep mensen te wonen. Het zijn voornamelijk mensen met een GGZ-indicatie. Waardoor ze met psychische problemen uiteindelijk niet binnen kunnen, omdat ze dan toch of agressief raken omdat ze te veel prikkels krijgen of omdat het zoveel geluiden op ze afkomen dat ze daar niet kunnen zijn. De politiek heeft dat wegbezuinigd. Trekt u zich dat wel een beetje aan, dat eigenlijk wel zo gesteld werd? Ja, nou, wij bezuinigen natuurlijk wel vaker ergens op dingen, maar met de kwaliteit nog steeds wel hoog in het vaandel. Mm-hmm. En als dit dan zo geroepen wordt, dan denk ik, dan hebben we toch ergens iets niet helemaal goed gedaan. En die groep groeit ook steeds en dat maakt natuurlijk ook dat daar steeds meer druk op komt te staan. Dus ik snap wel wat ze zeggen, maar ik denk ook dat we nu moeten zorgen dat die grote groep nu wel van de straat afkomt. De gemeenteraad nodigt experts uit om over 4 maanden opnieuw met elkaar te spreken.